De nieuwe werkwijze houdt in dat we op de spoedeisenhulp van het HMC Westeinde naast de 24/7 bezetting van spoedeisenhulpartsen ook werken met andere medisch specialisten. En dat betekent dat er een chirurg, een cardioloog, een neuroloog, een radioloog en een internist aanwezig is om samen met de SEH-arts de patiënten van de beste zorg te voorzien. Voor ons is deze werkwijze ook helemaal nieuw, voor ons chirurgen, omdat wij in het verleden gewend waren om eigenlijk in consult gevraagd te worden door onze jongere dokters. Nu is het zo dat we gedurende het drukste deel van de dag continu aanwezig zijn en eigenlijk ons volledig kunnen concentreren op die chirurgische patiënten, op de spoedeisende hulp. Ook verbetert het de kwaliteit doordat er sneller overleg plaatsvindt tussen artsen. Voor veel oudere patiënten is het vaak zo dat meerdere artsen nodig zijn om de juiste behandeling te kunnen instellen. Dat betekent dat vaak de ene arts op de andere zit te wachten. Ja, dat is voorbij. Dus al met al denk ik een echte kwaliteitsverbetering. Voor mij als verpleegkundige betekent dat de patiënten korter moeten wachten op de spoedeisende hulp. En dat heel veel onnodige onderzoeken hoeven niet gedaan te worden. Wat ook vooruitgang is dat de uitslagen van de radiologie heel snel bekend zijn. Voorheen moesten we toch eventjes wat langer wachten op de uitslagen en nu zijn ze echt binnen 15 minuten bekend. De spoedeisende hulp van het HMC Westeinde is een van de drukste SEH's van Nederland en daarom meten we ook al heel lang de drukte op de spoedeisende hulp. Jaren zaten we eigenlijk elke dag aan crowding, de term overmatige drukte. En sinds de aanwezigheid van de collega medisch specialisten is de piekdrukte afgenomen en merken we dus minder drukte op de spoedeisende hulp.